gaan nu eens bekijken hoeveel energie er eigenlijk zit in een klein gummibeertje. Een heel klein snoepje. Je geeft er zomaar een hele reut aan je kinderen. En die snoepjes bestaan helemaal uit suiker. En hoeveel energie zit er nou eigenlijk in één zo'n biertje? Nou, dat gaan we zo meteen bekijken. Kaliumchloraat, dat is een oxidator, die geeft zuurstof af. En die gaat dus suiker ook oxideren. We gaan nu een gummibeertje ingooien. Eén klein gummibeertje. En wat zien we dan? Het klassieke kinderverrassingsei, die kun je voor allerlei soort wetenschappelijke experimentjes gebruiken. Vuur. We gaan de proef nu nog een keer doen, maar dan met een stukje klittenband, brandend klittenband. Klittenbrand brandt namelijk uitzonderlijk goed in zuivere zuurstof. En dat is wat misgegaan is bij de proeflancering van de Apollo 1. Daar zaten 3 astronauten in een zuivere zuurstofomgeving. Iemand trok een stukje klittenband los, daar kwam een vonkje bij vrij. En binnen 15 tellen stond de hele raket in licht te laaien. Bol. Houston, we have a problem. Snokken!